We zijn live. Ik zit achter een computer en ik heb geen idee wat er op mijn scherm gebeurt. Maar ik heb een gids zoals Dante Vergilius tegenkwam in het midden van een bos. Om hem te gidsen. Zo is Freek hier om mij te gidsen. We gaan Minecraften. We gaan Minecraft spelen. Ja. Dat is mooi. Ja, dus ik heb ontdekt dat je met de muis kan je een beetje om je heen kijken. En dan kun je ook toetsen, dan kan je lopen. Ja. Kijk, ik loop nu het vrolijke Gerrit. Hey, loop vrolijke. Dat ben ik. Maar weten mensen hoe ze hier moeten komen? Bij deze? Nee, nog niet. Want, gaan we nu live announcen. Dat gaan we live announcen. Hey, daar is een poppen, daar is een ding. Zie je dat? Mannetje op stelten. Kan ik die een duw Dan moeten we even de waarom kan ik niet schieten? Denk ik, hè? Ik wil wel schieten. Kan ik ook mensen doodschieten? Tonk, tonk, tonk. Nee, dat kan niet. Maar dat gaan we waar hier allemaal leren. Waar zijn de wapens? Hier, het is een kist. Ik ga je zeggen. Het IP is play.fvd.nl. Waar kunnen mensen dit eigenlijk zien? Op YouTube. En op TikTok. Ik heb echt geen idee wat ik aan het doen ben. Oké, ik ga hier. Ik sta nu tegen een muur. Hoe kan je je omdraaien? Oh, ja. Met de muis. Oké, nou, ik ga vast naar buiten. Naar buiten? Kan je ook naar buiten? Ja, we hebben dit eventjes neergezet, heel snel. Dus het hoeft, je kan omhoog springen. Ja, dat kan ook nog. Hoe doe je dat? Kijk, er zijn allemaal mensen die gaan er nu bij komen. Wat leuk. Samuel. Hallo Samuel. Oké, ik ga je eruit halen. Kaaspatat. Hey, kaaspatat. Hey, hey. Hey, er komt iemand ingevlogen. Camille. Oh, dat is een, die werkt voor ons. Ja. Hey, hoe kom ik hier nou ineens? Dat heb ik gedaan. Oké. We zijn er buiten. Daar was je net in. Heb ik daar nog iets over te zeggen? Nee, helemaal niks. Oké, dus we gaan je het spel leren. Kom mee. Wat is de bedoeling? Wow. Dan ga je natuurlijk dood. Wat cool, ik zit in het water. Ja, nu moet je zwemmen. Dus je moet even op spatieboot drukken. Ingedrukt houden. Ja. Zonder www. Dus, en nu moet je even zo eromheen duwen, ja. En dan... Ik voel me net Wim Kok, weet je dat? Zijn balken op een skateboard. Balken op een skateboard. Oké, je moet even naar beneden kijken. Ja, en nu recht vooruit. Oké, wacht. Doe maar niet meer zwemmen dan. Zo, oké. Oké, het is heel simpel. We gaan de elementaire basis van het spel leren. Dit is een boom. Dan moet je je muis ingedrukt houden en dan sla je hem kapot. Dat is bepaald arbeidsintensief. Ja, oké, die kun je oppakken door er tegenaan te lopen. Ja. Ik heb nieuwe recepten. Ja, nu kun je de rest van de boom, sla de rest van de boom ook maar kapot. Zijn er hier ook meiden of is dit alleen maar... Nee, niet echt eigenlijk. Dat is een beetje het ding met gamen. Ik ga vrouwelijke Gerrit even een deuk verkopen. Kijk wat er gebeurt. Toink.
Kan dat niet? Oh, Sam, je hebt de PvP uit. Oh! Dat was misschien een, was het een Matrix agent. Huh? Wat is er nou gebeurd? Zijn de beelden ook op YouTube? Sam? Er gebeurt iets met de server. We worden gehackt. De Matrix. Dat denk ik wel. Matrix attack. Hebben we nu een DDoS op onze server of zo? Dat is ook niet aardig. We hebben 1600 mensen in een live chat. Dat is veel, hè? Ik moet het nog even leren waarderen, geloof ik. Maar jou doet hij het nog. Dus jij moet gewoon nu bomen kapot maken. Ja, wat denk je dat ik aan doen ben? Nou, dat niet. Het is geen boom is hier veilig. Moet je kijken. Boink. Huppatee. Wegboom. Oh, daar was het. Waarom is dat? Iemand heeft, omdat ze nu ons IP-adres hebben, hebben ze waarschijnlijk de boel gededost. Meen je dat? Ja, dat denk ik wel. Nou ja. Zou dat Pieter Omtzigt zijn? Of Caroline van der Plas? Ik denk dat het Klaus Schwab is. Klaus Schwab heeft onze Minecraft-server gehackt. Maar we zijn nog steeds live op TikTok. En op YouTube zijn we gewoon live. Dus dan moeten we het maar gewoon over politiek hebben. Kunnen we ondertussen werken aan een herstel van onze server? Ja. Yeah. By the way. Ja, en ik had je nog niet verteld. Ik kom nu uit Lelystad. En dat was leuk. Dat was echt top. We hadden een heel café vol. Ja. We gaan het hele land door, hè, de komende dagen. Dus morgen zijn we in Den Helder om 5:00 en in Alkmaar om 8:00. Vrijdag zijn we in Venlo, Roermond en Maastricht. 2:00, 5:00 en 8:00 respectievelijk. Zaterdag doen we Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. Zondag Den Haag, Westland, Rotterdam en Haarlemmermeer, als ik het wel heb. Maandag doen we Groningen en Zwolle. En dinsdag hebben we allemaal debatten in de Tweede Kamer, op tv en zo. Zowaar. En woensdag dan gaan we nog een hele tour doen vanaf Amsterdam naar Utrecht over de A2. Dan gaan we over de A12 van Utrecht naar Den Haag. En dan weer over de A4 terug van Den Haag naar Amsterdam. Dus een soort driehoek. En dan kunnen mensen meerijden. Dan hebben we allemaal vlaggen en zo. Dat wordt een soort trein, de FVD-trein. Freedom Trail. Ja, hartstikke mooi. Daniel, hebben we nog vragen? We hebben een hoop vragen. Ik zal eens even kijken. Oh. Heb ik gemist dat je in Enschede was? Vraagt Ben. Nee, ik ben niet in Enschede geweest recent. Oké, dan hebben we nog de vraag. Ook niet Andreas wel. Andreas Baak hier, ja, nummer 9 op onze lijst. Geweldige kerel. Komt ook uit Enschede. Ja, hij heeft ook een heel leuk filmpje met Bassie en Adriaan online gezet. En Mus Jumas vraagt, wat vind je van Urk? Ik ben gek op Urk. Jongens, hebben jullie nog meer vragen? Waarom mogen we niet giften? Omdat het een politiek account is. Dus we mogen geen giften ontvangen. Oh ja. We mochten ook niet... Is het terug? Nee. Nee. Kom je nog naar Assen? We komen niet naar Assen, maar we gaan dus wel op maandag naar het noorden van het land. Dan zijn we overdag in Groningen. Tot en met 6:00, 6:30. En dan vanaf 8:00 zijn we in Zwolle. Dus ik hoop dat dat niet te ver voor je is. Dat je daar dat je het leuk vindt om ons te ontmoeten. Om in gesprek te gaan enzovoort. Oké, dan hebben we nog een andere vraag. Ik weet niet zo goed wat het is. Maar iemand vraagt, wat vind je van Fanboys? Van wat? Is dat een band? Nee, dat is wat anders. Oh. Dus volgende vraag. Dit is een belachelijke vraag. Ja, Fanboy die vraagt het. Maar anyway. Komen we nog naar Arnhem of Alkmaar? Alkmaar is morgen. Morgen om 8:00 zijn we in Alkmaar. Arnhem zijn we niet, maar we zijn wel in Eindhoven en in Venlo, wat natuurlijk niet super ver van Arnhem af is. Oké, dan hebben we de volgende vraag. Wat vindt u van de doodstraf? Vraagt. Ja, ik ben even naam. De vragen van jou zijn niet te horen trouwens op de YouTube-stream. Wat vind ik van de doodstraf, is de vraag. Even herhalen, ja. Ik vind... mijn grote probleem is... Ik denk echt wel dat er misdaden zijn... waarvoor de dood de juiste straf is. Iemand die tientallen kinderen vermoordt of zo. Alleen, je weet het nooit zeker. Het is altijd een risico op justitiële dwalingen. En dat vind ik... Ik vind het onverdraaglijk idee dat je mensen... ten onrechte ter dood brengt. Dus dat vind ik zoiets erg dat ik toch... Test. Daar wel heel erg twijfel over heb. Oké, nou helemaal goed.
Ontken je de klimaatcrisis? Ja, ik ontken de klimaatcrisis. Er is in mijn ogen geen klimaatcrisis. En daarmee bedoel ik dat er geen enkel probleem is met de natuur of het milieu op onze planeet. En dat is ook misschien om iets meer op in te gaan. Dus op kinderen wordt op school geleerd dat Nederland onder water gaat komen te staan en allemaal dat soort dingen. Daar is geen sprake van. Volgens de metingen is het zo dat de zeespiegel voor de Nederlandse kust stijgt ieder jaar 1,8 millimeter. Dus dat is nog geen 20 centimeter per eeuw. Dus voordat Nederland onder water komt te staan, dan zijn we echt duizenden jaren verder. En wie weet wat daar in de tussentijd gebeurt. Dus ja, want dat hele, dus er is nu een trendje van een eeuw. Dat het een heel klein beetje stijgt, de zeespiegel. Ja. Maar een eeuw geleden en een eeuw daarvoor en zo was het weer wat kouder op aarde. En dat is, er is geen versnelling in die trend te zien. Maar wat we eigenlijk vooral zien over de lange tijd is dat er zijn ijstijden, er zijn warmteperiodes. Dus het klimaat fluctueert zoals eigenlijk alles in het leven fluctueert. En er is helemaal geen reden om aan te nemen dat CO2 dat veroorzaakt. Er is ook helemaal geen reden om aan te nemen, mocht CO2 daar iets van een versnellend effect op hebben, dat dat erg is. Want zoals Freek zegt, dat gaat zo ontzettend langzaam. Er is helemaal niks aan de hand. En we hebben die fossiele brandstoffen keihard nodig. Dus we moeten stoppen met dit belachelijke anti-fossiel beleid. Freek, vraag voor jou. Ja. Wat vind jij de beste partij naar FVD? Na FVD. Na FVD. Wat vind jij de beste partij na FVD? Die is er niet, toch? Die is er niet. Nee, ik denk niet dat ik zou stemmen als FVD er niet was. Dan zou ik gewoon niet stemmen. Het heeft geen zin om te stemmen als je niet op FVD stemt. Simpel. Ja, mee eens. Oké, Willem en Maxima. Wat vind je van het Koningshuis? Nou, wij vinden het op zich wel leuk dat er een soort historische connectie is. Het is ook wel een mooie gast. Het is leuk dat je als land een soort familie hebt die dat meemaakt. Maar wij vinden niet dat het een politieke rol moet hebben. Dus wij vinden dat er een soort ceremonieel koningschap moet zijn. Ceremonieel, oké, helemaal goed. Voor jou zou je willen samenwerken met Wilders? Ja, prima. Wij willen met heel veel mensen samenwerken. Dus ja, waarom niet? Ja. Iedereen eigenlijk. Ja, iedereen. Volgens mij doet hij het weer. Maar we zijn wel het vlaggenschip van de Renaissancevloot. Ja. Wat moeten we doen? Je moet dubbelklikken op de server. Of join. Ziet er ook zo oudbollig uit. Hè? Ja, dat is leuk, hè? Oh, we zijn er weer. We zijn er TNT weer. TNT samen wel. Die, wat hebben we nu gedaan om de DDoS aanval van Klaus? Geen idee. Oh, het zit in het water. Nee, ik ben gewoon een waterrat. Oké, wacht. Ja. Wacht, andersom is hij. Oké. Nee, hij doet het niet meer. Volgens mij vliegen we weer uit. Het water is wel diep. Is het een prank? Dat is een prank. Nee, die squid die vliegt ook. Kijk, Freek is dus gewoon echt vet goed. Die zie je hier allemaal knopjes in drukken. Nou, ik zit gewoon op één knop te drukken. Kun jij het is wel leuk, hè? Even de tempo laten zien die je hebt gebouwd. Ja, maar de server ligt er weer uit. Elke keer als ik in het water kom, ja, dat is het, denk ik. Die ding is eruit. We hebben net even een kleine spawn gebouwd. Een wat? Oh, dat was hem. Dat was hem weer. Een wat gebouwd? Ja, gewoon een gebouwtje bij de plek waar je binnenkomt. Zeg maar. Maar waarom verliezen we nu connectie? Want er te veel mensen zijn die niet, ons willen Minecraften? Of wat is het doel van Minecraft, Freek? Het doel, ja, dat je kunt bomen omhakken. Dat is zo leuk aan het spel. Je kunt alle kanten mee op. Bomen omhakken, daar begint het allemaal mee. met die boom, dat wou ik je gaan uitleggen, maar daar kun je dus dan hout van maken, en daar kun je stokjes van maken, en daar kun je tools van maken, en daar kun je dan weer dingen verder gaan maken. Het is een heel erg leuk spelletje. Hoeveel uur heb jij Minecraft gespeeld, Freek? Dat zou ik niet willen weten. Nee, vroeger heel veel, en ik game nu al jaren niet. Heb jij meer tijd in je leven besteed aan Minecraft dan dat je in de Tweede Kamer hebt doorgebracht? Ja, 100%. Echt waar? Ja, natuurlijk. Nee. Ja, ik heb heel veel Minecraft gespeeld, vroeger. Lang geleden. Maar Minecraft is dus een spel. Je kan de wereld bouwen die je leuk vindt om te bouwen. Is dat het? Ja. Dan heb je ook vijanden? Ja, monstertjes en zo. En wat moet je daarmee doen dan? Ja, die kun je doodmaken. Kun je daar ook vrede mee sluiten? Nee, die zijn niet zo vredelievend. Je kan niet onderhandelingen openen. Nee. Zijn dat de creepers? Nee, nooit. De creepers. Dat zijn de creepers. Ja. En daar moet je dus een muur bouwen. Dat kan. Ja, dat is. Dat kan allemaal. Ja, ik zou het heel graag laten zien. Maar is Sam nu aan het fixen voor? Als het goed is wel.
Ze zeggen dat de hele server eruit ligt. Waarom dan? Hoe kan dat nou? Ik ook niet. Ik ben er wel weer op trouwens. Kunnen wij trouwens niet nog een liedje opzetten? Dat vragen veel mensen. We gaan eventjes een liedje zetten. Ja, maar dat is copyright en we krallen onze stream eraf. Dus laten we dat niet doen. Oh, echt? Ja. Oké, nou jongens, dan doen we geen liedje. Nee, maar we hebben wel weer de server. Lijkt het op. Is Baudet ooit in Dubai geweest? Oké, dat komt omdat iedereen probeert te joinen. Wat leuk zeg. Tientallen per seconde. Nou, dat is wel heel populair. Dus. Ja, we hebben 2,6 duizend mensen in de live. Nee, ik ben in Dubai geweest en ik zal je wel vertellen dat Dubai op mij een hele diepe indruk heeft achtergelaten. En nou zit naast mij Freek Jansen en op hem heeft Dubai ook een hele diepe indruk achtergelaten. Dat is waar. Want wat is Dubai? Dubai is eigenlijk in a way het tegenovergestelde, zou je kunnen zeggen, van een land. En daarmee bedoel ik, wat? In afval van Nederland. Maar ga verder, ja. Partijleider spreekt, zit hier op me heen te praten. Ik denk dat het moet, hè? Oh, server ligt eruit. Kijk, een land heeft als idee dat je hebt een bepaald volk, ja, bijvoorbeeld de Nederlanders, en je wilde met elkaar. Dubai heeft dat niet. Er komt gewoon iedereen uit de hele wereld komt daar naartoe. En natuurlijk heb je een andere prins en die bepaalt wat er gebeurt. Fijn, maar je kunt niet spreken van een soort nationale identiteit in Dubai. Daar komt gewoon iedereen die succesvol is, die komt daar naartoe met geld. En de mooiste vrouwen, mooiste auto's, mooiste restaurants, mooiste gebouwen, weet je wel, mooiste van alles nog wat. En iedereen komt daar zijn eigen ding doen. En iedereen is ook weer weg op het moment dat dat niet meer kan. Dus het is niet, in een land heb je een soort van hechting en je houdt van Nederland. En Dubai is een soort van, we komen daar, we zijn allemaal op een bepaalde manier met onze zaken bezig. Op een bepaalde manier misschien vluchtelingen uit belasting. Plekken waar de belasting te hoog is. Waar de samenleving in een soort neerwaartse spiraal is. En Dubai laat het allemaal los. Dus ik vond het een heel indrukwekkende plek. Ik vond het een hele... Ik ben het helemaal eens. Ja, dit is toch ook wat jij vindt, min of meer? Of? Ja, wat ik heel fijn vond was dat het een cultuur had van dat succes wordt gewaardeerd. Ja. Dus in Nederland is het heel vaak van, als mensen succes hebben of rijk zijn, of allebei natuurlijk, dan is het zo van, doe maar gewoon, dan ben je al gek genoeg. En er wordt gewoon op een soort van afgunstigheid, er wordt op neergekeken. En uiteindelijk heeft dat een cultureel effect dat mensen dus minder succesvol gaan zijn, omdat het gewoon niet echt gewaardeerd wordt. Zit je weer in de live? Zit je weer in de microfoon? Maar ja, hij zit natuurlijk alweer in het water. Ik ben er al lang weer uit. Je moet even zwemmen naar de overkant. Ik ben al lang weer uit dat water. Ruurt. Bas. Maar in Dubai, daar hebben ze allemaal... Ik ga die tempel weer in. Daar was het rustig. Was het veilig. Oké, je moet die boom omhakken. Daar begint het allemaal mee. Oké, dit is... Anyway... Daar wordt dan succes. Je voelt dat het gewaardeerd wordt. Als mensen dan. Dan is het van. Oh, wat doe jij in het leven? En wat leuk. Oh, dus hele positieve energie. Ja. En dat vond ik er heel leuk aan om te merken. En alles kan daar. Dus het is. Voor zover er is een overheid. Maar die overheid is. Dus het quasi. Het is een monarchie natuurlijk. Dus het is. De overheid is een soort van eigenlijk geprivatiseerd. Ze hebben privébezit. Ja. En dat, dus het is goed voor de emir als er economische activiteit is, want daar verdient hij geld aan. Dus de overheid heeft eigenlijk een betrekkelijk kleine rol. Hij is gewoon zakelijk bezig, die man, de hele dag. Zijn familie en... Ze hebben het wel eens over BV Nederland. Ja. Maar wat ze eigenlijk doen, dat is allemaal dingen die slecht zijn voor Nederland. Klimaatbeleid, massale immigratie, EU... coronabeleid, stikstofregels. Dus er is helemaal geen BV Nederland. Nee. Maar er is wel een BV Dubai. Er is zeker een BV Dubai. En die wil dus ook dat daar economische activiteit is. Die wil dat daar succes naartoe komt. En ze bouwen de hele grootste dingen. Ze willen gewoon de hele tijd nog naar buiten treden. Alles wat daar wordt gebouwd is het grootste dit, grootste dat, grootste aquarium ooit, grootste kunstmatige eiland ooit, grootste winkelcentrum in de wereld. Ik zie iemand met een schild. Ja, dat is Sam. Je krijgt twee dingen binnen. Ja. De whitelist, die willen ze graag eraf. Nee. En of je ooit de Wigger hebt gevraagd. Wigger is een white-ass nigger, toch? Hey, dat is een cool ding. Moet je kijken wat dat is een inktvis. Die ga ik even ontmoeten. Kun je doodmaken. Hallo, inktvis.
Toink, toink. Die kun je switch maar opeten. Nee, de wireless gaan we er niet afgooien, want dat deden we net. En toen kregen we 1000 aanvragen per seconde. En toen viel de server uit. 1000 aanvragen per seconde? Dat kan niet echt zijn. 3.500 mensen. Nou ja, oké. Okay, waren er 10 per seconde, maar bij wijze van spreken. Zullen wij anders eens even live gaan? Op YouTube zijn er ook nu kom maar door. 5500 mensen aan het kijken. Dat is wel veel, hè? Dus maar je moet even een huis gaan bouwen, Thierry. En hoe ben je nou? Je bent weer onder water, hè? Ik ben gewoon aan het recreëren. Charel, we hebben jouw bericht gestuurd. Hier, je krijgt Kato. Ben jij? Kato, ik ben bij Kato. Oh, dat is Massimo. Kato, mijn yellow friend. Hé, hey, een zwembad. Charel, ben je er? Charel Barton? Yes, ik ben er. Doe jij niet je videootje aan? Dan kan ik even de camera draaien. Ik ga Massimo een dreun verkopen. Toink. Ja, ik hoor je wel. Zeker. Je kan andere mensen niet slaan, hè? Ik heb echt geen idee. Wacht even. Je moet klikken op camera. Ja, ik zie je. Oh, waar ben je nou? Wat bij Kato? Ik ben bij Kato, mijn yellow friend. Je moet even een huis gaan bouwen. En hoe moet ik dat doen dan? Ja, ik wil je het uitleggen, maar je bent steeds weg. Nee, ik heb iets gevonden. Heb je een vraag van TikTok? Nee, ik wil met Charel, maar Charel krijgt de camera nog niet aan. Ah. Hey Charel. Waar ben jij? In hemelsnaam. Ja, dan ga ik even verder. Ben jij... Oh, hier. Oké, wacht even. Dan zou ik even de camera zo even draaien. Oké, als het goed is kun je haar... Ze zit hieronder. Waaronder? Dan zou je haar kunnen zien. Dat is een prank. Oké. Okay. Sorry. Wat doe ik nou? Heb je al hout? Jongen, ik ben... Oké, okay, klik op E. Klik op de letter E. Ja, doei. Waarom zou ik dat nou U? Doe maar. Ja, oké. Okay. Nu doe je dat hout doe je in dat vierkante vakje waar crafting boven staat. Dat is dirt. Dat is de verkeerde. Ja? Ja, en die doe je in het vakje. En dan haal je dat bij het resultaat, dan de rechterkant kun je er weer uithalen. Nu heb je planken. Die kun je ook pakken. Ja, zoiets. En nog meer, je kunt nog meer uithalen. Vind je het leuk tot nu toe? Mooi. Wat is dit? Allemaal nieuw spul. En nu? Oké, nu moet je 4 van die dingen weer in dat vierkante vakje stoppen. Ja, maar dan op iedere plek 1. De rechter muisknop. Dus je pakt hem op met links en je klikt met rechts om neer te zetten. Die muis heeft maar 1 knop. Nee, dat is niet waar. Hier. Moet je loslaten? Jongen. Ze hebben mij gewoon een gebugde muis gegeven. Jij hebt natuurlijk dat niet ingesteld. Ik voel... Oké, doe eens control ingedrukt houden. Ik voel een ja. Het is een prank. Het is echt een prank. Ja, daarnaast. Ja, en daarboven. Ja, bijna. Ja. Ja. Die is goed. Die kun je nu neerzetten op de grond. Maar in het onderste balkje. Ja, en nu doe je weer E. Oké, druk je op nummer 9. Ja, en nu rechtermuisknop. Ja. Dat is hem. Wow, echt cool, hè? We doen het alweer, maak het alweer dag. Zo, hoppakee. En nu kun je nog meer craften. Dit moet je de hele tijd gaan doen? Nou ja, dit gaat normaal heel snel. Dus, nu kun je een pickaxe maken. Dus dat, maar niet, nee, met rechtermuisknop. Oh, die heb jij niet, hè? Ja. Oké, nu moet je... Als je 2 planken onder elkaar zet, krijg je stokjes. Ja. En nu? Ja, maar dan in het vakje daarboven. Nee, die andere. Ja, maar dan onder elkaar. Ja, oké. En die kun je nu weer terug in stoppen. Dus dan in het midden. Van het vakje. Like de video, zodat we meer views krijgen. En dan 2 onder elkaar. Doe even een beetje
Ja, en dan doe je daar... Oh, die heb je niet. Moet je even maken eerst. Je hebt meer planken nodig. Wit of bruin brood? Wit of bruin brood? Je hart is dicht. Ja, dat blijft een heel grappig filmpje. Kunnen we niet gewoon... Ja, we kunnen beter iets anders doen. Het wordt niet zoveel, hè? Het is wel leuk dat al die mensen nu bij ons zijn. Kunnen zij niet voor mij een huis bouwen? Ja, oké. Okay. Mensen die hier zijn... Dat noem je arbeidsdeling. Dan kan ik een beetje rond paraderen. Dan gaan wij wel wat vragen beantwoorden. Iedereen en dan vertellen gaan wat zij ze moeten doen. Een huis bouwen hier. Hoe groot is dit veld eigenlijk? Ja, best wel groot. Maar waar is de rest? Hier zit een stuk of... Oh. Oh. Hey. Kato is een huis aan het bouwen. Daar is die gekke Camille. Anyway, hebben we nog een vraag van de livestream? Kom maar door. Ja, we hebben nog lekker dingen kapot aan het maken. In Friesland. Nee. Sorry. Simpel antwoord. Ja. Baudet, gaat u glitters op je hoofd. Ja, als Brammetje, mijn goede vriend Bram, lekker met mij een podcast gaat, dan gaan we dat doen. Misschien wil hij wel Minecraft spelen. Nou, dat is wel goed. Een van de vragen die ik ook veel krijg is of jullie ook nog Fortnite gaan spelen. Nou, wat is dat? Ik denk dat dit niet, dat het geen goed idee is. Is dat een creeper? Nee, dat is... dat is geen creeper. Dat is een andere speler. Ik ben alleen maar dingen kapot aan het maken. Ja, dat lukt nog wel. Ik voel me een soort partijkartel, weet je? In Nederland... En je gaat dan gewoon allemaal beleid, ga je, dom beleid, ga je dat hele land kapot maken. Ja. Dat is een beetje hoe ik me nu voel. Iemand vraagt op YouTube, Siri, wat ga je doen tegen de creepers van Mark? Nou, wij willen gewoon een immigratiestop. Het moet gewoon een keer afgelopen zijn. Hey, Sophie Milou, die ga ik ook eens even een trein verkopen. Je kunt hier niet eens vechten, dat is heel irritant. Kan dat niet aangezet worden? Sam, kun je PvP even aanzetten? Wat vind ik van? Ik ben heel erg voor vuurwerk. Vuurwerk moet gewoon toegestaan zijn. Vuurwerk is leuk. Super leuk. Hey Brigitte. Hallo Brigitte. Doink. Hey kaaspatat. Of er mensen zijn met live kunnen. Ik ga even wat mensen uit. Wij zijn er wel veel mensen aan het kijken. Jawel, er zijn heel veel mensen aan het kijken. Bijna 6000 nu op YouTube. Jeetje wat veel. We hebben nog nooit zoveel mensen live gehad. Jawel. Oh. Toen met Fire Lauwers hadden we iets van 18.000 live. Dat was echt belachelijk. Baas boven baas. Dat is wel waar. Sonja, ik heb jou uitgekozen, maar dan moet ik wel je camera aan. Nou, Sonja. Hey Sonja. Sonja, we zien je niet. Ja, hoor. Wat is er leuk aan dit spel? Nou, als je het kan, is het best wel een leuk spel. Wat doe je dan? Jij kan het, dus wat doe jij dan nu? Kan ik naar jou? Ik vind eigenlijk de survival... Dus je hebt twee varianten eigenlijk. Het heet survival mode. Wacht even, ik zal even de camera draaien, dat hij jou ook kan zien. Dat is goed. Ja. Dit is Sonja. Waar? Oh, daaronder. Hey Sonja. Hoe gaat ie? Oh. Begrijp je dat? Nee. Ik had een vraag. Wat zou jij doen voor onze kinderen? Voor onze kinderen. Gratis. Wat zou jij daar aan doen? Ja, waarom is het teleurgesteld? Ja, dus waarom ben je teleurgesteld eigenlijk, Sonja? Of... Oh. Nee, nou ja, omdat ik zie jou, je zit een beetje spelletjes te doen. Ik ben een beetje flauw, je zit daar spelletjes te doen, terwijl het best wel serieus is. Kijk, mijn stem is al een prullenbak, sorry daarvoor. Maar mijn dochter kan nog wel stemmen. En hoe moet het onderwijs in? Wat zou je eraan doen? Nou, wat doe je voor haar? Ja, oké, okay, ja. We zijn dus te, oké. Okay. Ja. Het is weer kapot. Ja. Lekker Bas. Gewoon leuk. En niet... Maar wat zou jij willen? Wil je dat ze een gratis studie krijgen, ja of nee? Nee, ik ben niet voor... Wij zijn er niet voor dat studeren
helemaal gratis wordt. Ik wil even voor de YouTubers dus de context. Dus we hebben hier Sonja. Sonja die gaat niet stemmen. Heeft haar stem al in de prullenbak gegooid. Maar je kan nog een nieuwe aanvragen op het gemeentehuis. Dus dat is één. Twee. Nou, hetzelfde, hè? Ja, dus, maar ik zeg het even, ik herhaal het even, want jij bent nu voor mij te horen, maar niet voor de mensen thuis. Dus ik herhaal even de vraag. Dus je hebt eigenlijk drie vragen, drie punten. Eén, dus dat je niet meer gaat stemmen, maar je dochter misschien wel. Twee, dat je het jammer vindt dat wij nu een computerspelletje aan het spelen zijn. En drie, wat doen we met mensen die studeren? Moeten studies gratis worden? Ja, wij vinden, ik zal met het laatste beginnen, wij vinden niet dat studeren gratis moet zijn. Zoals wij überhaupt niet vinden eigenlijk dat dingen in het leven gratis moeten zijn. Want dingen hebben een prijs. En het is heel belangrijk dat mensen die prijs kunnen betalen. Dus dat er koopkracht is, dat de belastingen niet te hoog zijn, dat de lonen goed zijn. Dat de economie goed werkt. Maar dingen moeten ook gefinancierd worden. En het is goed als mensen daar ook voor betalen. Als alles maar gratis is, dan waarderen mensen ook niet wat het is, wat je wordt aangeboden als je studeert. Dus dat je daar een bedrag voor betaalt, dat vinden wij heel redelijk. Dat daar staatssteun bij zit, dat is natuurlijk ook zo. Hè. Dus je betaalt niet, je collegegeld is niet één op één de totale kosten van de studie is natuurlijk veel duurder. Dus er zit wel degelijk ook wat steun bij vanuit met ons allemaal, omdat we het als een soort gemeenschappelijk goed zien dat er ook onderwijs is. Maar dat je ervoor een beetje voor betaalt, dat vind ik heel goed. En dat moet ook zo blijven. Verder, dat we nu een computerspelletje spelen, en dat is natuurlijk in de context van dat we de hele dag ontzettend serieus bezig zijn met debatten, met artikelen, met filmpjes, met campagne voeren, met het land doorgaan. En dat we nu hier een uurtje dit doen, is ook een beetje een manier om mensen te bereiken en het laten zien dat we ook vrolijke mensen van vlees en bloed zijn. Dus ik vind dat niet onze hele partij of zo niet serieus maken. Het is een van de vele dingen die we doen om contact te maken met mensen in Nederland. En het allerlaatste punt, wat je als eerste punt maakte, niet stemmen. Ja, dat is echt doodzonde, want dat betekent dat je stem procentueel, statistisch gaat naar de grootste partijen. Dus dan gaat het naar Timmermans, Omtzigt en Dylan Jezilkus. Sorry? Sonja zegt, zeg ik even voor de luistering, dat niet klopt. Nou, dat is wel zo, want je haalt in Nederland de hoeveelheid zetels in de Tweede Kamer. Afhankelijk van hoeveel stemmen er worden uitgebracht. En elke zetel is 1/150ste van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Dus even in een simpel rekenvoorbeeld. Stel, er zijn 4 zetels te verdelen in Nederland. En 2 gaan naar de ene partij en 2 gaan naar de andere partij. En de helft van de mensen van die ene partij gaat maar stemmen. Dan haalt die andere partij 3 zetels. Ook al zijn er niet eens meer mensen van die partij gaan stemmen. Dus Timmermans, Omtzigt en Jezilkus worden groter als de achterban van Forum niet gaat stemmen. En dat jouw stempas in de prullenbak ligt, dat is helemaal niet erg. Want je kunt gewoon een nieuwe aanvragen op het gemeentehuis. Dus je kunt alsnog gaan stemmen. Ja, dat snap ik helemaal. Maar het ging mij vooral om de studie van mijn dochter. En dat is helemaal teleur. Dus dan zal ze niet op je stemmen, helaas. Okay. Maar ik wens je wel heel veel succes. Dankjewel, Sonja. Dankjewel. Nou. Dan gaan we door naar iemand anders die hopelijk wat andere vragen heeft. Sherelle, ik ga je opnieuw even uitnodigen, want jij was gisteren bij ons. Eens even kijken, heb je de camera inmiddels aan? Waarom zou een studie gratis moeten zijn? Dat begrijp ik niet. Wel, want ik zie jou hier. Hey, cool, je kan ook de grond in. Ja, dat is het hele idee, daarom heet het Minecraft. Ik zie je niet, maar ik laat hem wel gewoon even zo. Dan kan je even. Ik ga de diepte in. Ik ga wel even draaien. Flip de camera. En dan zou je zo. Sherelle was gisteren met ons in. Waar was het? Waar we waren. Hi Sherelle. Hey. Hoe is het? Ja, goed. Goed, goed. Gelukkig. En met jou? Ja, goed. Was gezellig. Je was bij ons in het café daar. Ja, zij had ook nog een TikTok-video geüpload daarna. Was echt superleuk. Top. Ja, klopt.
Ja. Een Thierry vond hem heel leuk, maar ik laat hem 50 video's per dag zien, dus misschien is hij het vergeten. Zou goed kunnen, ja. Cheryl vraagt of ik het zelf doe, alle social media, dat is absoluut zo. Dus als je een berichtje krijgt, dat... ja, ik probeer echt contact te houden met iedereen. Ja, dat heb ik ook gemerkt. Tania, moet je niet proberen om de ding bij de microfoon te zetten, zodat de YouTubers ook kunnen volgen? Ja, dat zou ook kunnen. Dan ben je wel weer heel ver. Maar misschien is dit goed. Heb je een vraag, Cheryl? Of wil je gewoon even... kletsen. Heb je een vraag aan mij? Wat zei je? Heb je een vraag aan mij? Ja. Heb ik een vraag aan jou? Ja. Waarom stem je FVD? Waarom stem je FVD, Cheryl? Omdat ik het eens ben met, ik denk, al jullie standpunten wel. Kijk, dat is natuurlijk altijd leuk. Simpel. Zoals welke, Cheryl? Klimaat, ten eerste. Klimaat ook belangrijk, alleen heb ik ook gewoon gemerkt dat er gewoon een te groot probleem wordt gemaakt. Iets wat er eigenlijk niet is. En het is gewoon zonde dat er zoveel geld naartoe gaat, terwijl we het zoveel beter kunnen besteden. Dus op dat vlak ben ik het sowieso eens. En kijken. Ja, nu nog eens een onderwerp. Even voor de kijkers op YouTube, Cheryl vindt ons klimaatstandpunt heel goed. Ja, dat is ook heel goed. Ja. Dan zeg ik het zelf. Misschien wel het beste klimaatstandpunt van alle Nederlandse partijen. Ja, corona natuurlijk. Heel goed. Nou, Luca moet even gewhitelist worden. Zoontje van Joris. Oké. Ik krijg allemaal berichten dat mensen het niet kunnen verstaan. Ja. Wat niet kunnen verstaan? Oké, Cheryl, wij gaan weer verder. Thank you very much. Ja, is goed. Succes. Hey, doeg. Misschien moeten we jou... laten we gewoon een klein PvP-gevechtje opzetten. Dat is leuk. Dat is gewoon klikken. Dat is niet zo moeilijk. Iedereen zegt dat de mensen die vragen stellen niet verstaanbaar zijn. En de technicus zegt dat klopt, want er is ook geen audio. En dat is een casualiteit waar... Ja, daar kan echt niemand tegenop. Nice. Zullen we jou een creeper leren verslaan? Is dat niet leuk? Wow, als ik de diepte in ga... Oh. Ik zit in een soort... Hoe moet je nou weer omhoog, joh? Ben je nog online? Wat is je mening van een krompoes? Een wat? Een krompoes. Ik weet niet wat het is. Ja, dat is een rare meme die rondgaat. Maar het gaat ook volledig langs mij heen. Ik ben weer... Ik zag ze wel liggen bij de, op de markt. Bij de bakkerskraam. Maar dat is dus een croissant. Maar dan met tompoezespul erop. Dat is een creeper. Nee, er is nog geen creeper. Wow, als je een creeper verslaat, krijg je ineens... Dit is een creeper. Ik heb hem eerst... Kijk. Ja, ik heb hem net al even verslagen. Nee. Wow. Dat was er een. Maar ja, dat is... Ja. Je bent met allemaal creepers op me aan het afsturen. Ben je Mark Rutte of zo? Wat leuk, want die creepers, daardoor krijg je eigenlijk meer leuke dingen. Krijg je punten van, hè? Oh. Oh. Nou blaast hij zich op. Nu ben je bijna dood. Zie je dat? Ik dacht dat ik ze versloeg, maar... Nee, ze gaan gewoon... Als een creeper dus te dichtbij komt, dan ontploft hij. Dit is... Ja. Verslaat D66'ers, zegt iemand in de comments. Wow. Ik ga weer even in het water liggen. Ik geef je wel een zwaard. Hier, dat helpt. Hier, kijk, pak die maar op. Achter je. Ja? Oké, dan moet je even op E drukken. Thierry, tussendoor, wat vind je van stoofperen? Ik ben gek op stoofperen. Mooi. Nee, en dan in het onderste balkje moet je hem stoppen. Daar heb ik geen ruimte. Jawel, klik maar. Dan gooi je iets anders uit. Ja? En die kun je dan weer daar. Ja, en dan druk je op E weer weg. En dan druk je op 3. Wow! Nu heb je een zwaard. Oké, wacht. We gaan je even... Hier. Zo. Hier heb je een schaap. Die kun je ook doodmaken. Die valt jou niet aan. Wing. Kun je dan opeten? Ik weet niet of dat tegenwoordig kan. Vroeger niet. Ze hebben zoveel nieuwe dingen. Ja, kijk. Schaapvlees. Lekker.
Nou, zo werkt het. Dat is heel eenvoudig. Zo werkt het dus ook met creepers. Als je daar een van hebt, die kun je gewoon slaan. Oh. Je bent dood. Wie is Link Tiger? Ja, die is op de whitelist gekomen. Oké. Okay, ik heb een score van 2, dat is heel laag. Dat is heel hoog. Het gaat naar beneden. Hoezo? Je begint op 500. Nee, is niet zo. Het is inderdaad heel laag. Oh. Hoe lang moeten we hier nog mee doorgaan eigenlijk? Ja. Kunnen we niet gaan schaken? We hebben 350.000 likes in de live. Is dat veel? 350.000? Ja, ik zei het. Jezus, dat is veel. En dan te bedenken dat ik zo heel slecht ben in dit. Moet ik respawn doen of title screen? Ja, doe maar respawn. Jongens, willen jullie even... Ja, ik ben weer veilig. Ik ben weer in dat leuke gebouw. Ja, nu ben je hier. Ik geef je wel weer een zwaard. Hier, wacht. Ik geef je een paar dingen. Kijk. Blijf even staan. Hier. Zo, hier ben je een stuk veiliger door. Let op. Dat kun je allemaal dragen. Zo. Moet je even allemaal aandoen. Druk je op E. En dan kun je dan in die daar linksboven, daar aan de linkerkant. Ja. Waarom is dit allemaal zo primitief vormgegeven? Ja, dat is het leuke eigenlijk. Dat is expres gedaan door Notch, die dit ooit heeft gemaakt. Wie? Notch. Wie is dat? De maker van Minecraft. Dat is een Zweed. Matthias, ik weet niet hoe die heet. Iets zoiets. Zo'n soort Zweedse naam. En die man die heeft Minecraft verkocht voor 2 miljard aan Microsoft. En die heeft nu een heel mooi groot huis. Ja, kun je nagaan. Waarom heb ik dat zwaard nu niet? Die moet je vast, dan moet je op E drukken. En dan op 4. Hij zit in het slot 4. Ja. Hier, nu gaat het een stuk beter. Dus nu moet je deze creeper wel aankunnen. Oh, creeper. En die stond daar. Oeps, oké, ik heb die gast per ongeluk doodgemaakt. Zo, dus ik heb net gezegd, jullie moeten even gaan liken, jongens. Daar ben ik in verzelf geraakt. 500.000 likes. Van 360.500.000. Ik ga meerdere keren liken, dus. Oké, wacht. Ik ga je gewoon blokken geven, dan kun je iets bouwen. Wat moet ik bouwen? Een huis. Bouw een huis. Hier, heb je allemaal blokken? Kan ik geen partij bouwen? Ben ik beter in. Ja. Nou. Pak, achter je liggen allemaal houtblokken. Die kun je pakken. Camille pakt ze nu af. Camille. Lullo. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. De sfeer verpest. Oké, okay, nu druk je op 9 of 8 of 7. Ja, en nu kun je op rechtermuisknop klikken. Rechtermuisknop. Hey. Rechts. Op een ander blok. Op een ander blok. Ja? Ja. Oké, okay, nu kun je dus een muur maken tegen de creepers. Oh. Mensen helpen jou. Ik zie heel veel invites van mensen, maar jullie hebben allemaal geen echte profielfoto en hele rare namen. Ik niet. Als je gewoon jezelf bent en niet als je een bruintje beer bent. Je moet wel een... Een geverifieerd account hebben. Ja, geverifieerd mag, maar oh. Gewoon een beetje normaal. Oké, gewoon normaal. Kan ik niet gewoon een beetje rondlopen en politieke praatjes vertellen? Waarom moet ik nou gaan bouwen? Mensen zijn gaan kijken omdat je willen dat je een muur bouwt. Nee, dat begrijp ik wel, maar ik bedoel in Minecraft. waar is... Oh, hey, Mr. Alex. Die staat er wel goed uit. Die is er ook. Zou ik wel moeten doen, ja, zegt iemand. Dat zegt Link Tiger. Wat zou je dan moeten doen? Ik snap het niet. Je moet gewoon een muur bouwen. Nee, ik ben toch een muur aan het bouwen? Ik wil een piramide bouwen. Kan dat kan ook. Voor, dit begint al heel aardig te worden. Ja. Het is een soort kasteel al. Ja. Anyway. Misschien is er een vraag van YouTube. Even kijken. Thierry, wat voor muziek luister je? Dat hangt heel erg van het moment af. Ik hou eigenlijk van alle stijlen. Maar wat ik nu heel erg in mijn hoofd heb, zijn allemaal Nederlandse liedjes die we vaak draaien bij onze events waar ik net vandaan kom. Bijvoorbeeld vroeger op de markt in Italië. Heb ik mijn hart verloren aan die mooie Amalia. Ja, dat is leuk.
Heel mooi. Kijk, je kan ook onderdoor, dat is ook handig. Ja, dat is het mooie. Hamas. Alles kan kapot. Echt waar? Ja, alles. Hey, Davy. Hoe vaak kun je naar beneden blijven gaan? Min lagen. Min 55? En wat gebeurt er dan? Wat vind je dan? Vind je dan aardolie? Ja, ook allemaal dingen vinden. Even draaien. Diamanten. Ja? Diamanten. En ijzer. En kool. Steenkool. Momentje. Dit is nog, het is eigenlijk een heel erg fossiel spel. Het is heel erg gericht op het verbranden van steenkool. Dat is wel goed. Je hebt geen windmolens. Geen windmolen te vinden. In. Nee. Tjeri, dit is Davy. Hey Davy. Hoe gaat ie? Ben je ook aan het minecraften? Minecraften? Wij zijn aan het minecraften. Nee. Ah. Dat is al heel oud. Wat doe jij in je vrije tijd? Moeder helpen. Ja, meer niet. Oh. Waarmee help je je moeder? Koken. Oh, wat gaaf. Ik ben koken is ook al heel oud, hè? Voor de mensen op YouTube die het niet kunnen horen. We zijn nu op TikTok aan het chatten met Davy. Davy. Ja, Davy. En zij vindt Davy. Minecraft vindt ze een ouderwets spel. Maar koken is ook een ouderwets spel. Ouderwets? Wel. Jawel, zei je. Wat zei je net? Ja, het is oud, maar ze heet ouderwets. Oh. Maar ja, dat is wel waar. Ja, het is al een tijdje geleden is het uitgebracht. Hey, en waar woon je, Davy? Dordrecht. Okay. Leuk. Ja. Dordrecht is gaaf. Wij zijn zondag in de buurt van Dordrecht. Ja. Nou, mooi. Davy, heb je nog een vraag? Goed zo. Hey, dat is je moeder. Wat? Is dat je moeder naast je? Nee, is een vriendin van mij. Oh, mogen we ook eventjes hallo zeggen tegen de vriendin? Hallo vriendin. Hoi. Ga je ook stemmen op FVD? Wie, ik? Ja. Ik weet het nog niet. Waar twijfel je over? Ja. Misschien kan je iets vertellen over waarom we op jou moeten stemmen. Ja, omdat wij de enige politici zijn die Minecraft spelen. Wauw, serieus. Het is wel waar. Dus we gaan jou een pickaxe geven en dan ga je leren minen. Hoe lang moet dit nog doorgaan, dit domme spelling? Nog. We gaan weer door naar de volgende. Eventjes. Is goed. Dag schatten. Ja, klik jij maar. Wow, er worden wel mooie dingen gebouwd. Oké, dan ga ik. Ja, waar ben jij? Ik ben een gebouw aan het inlopen. Het wordt ook avond, oh ja. Hey. Ja, oh ja, zullen we dat even aanpassen? Oké, hier heb je een pickaxe. En hier heb je ook 64. Davy, ga eens uit de live, ik krijg je er niet uit. Nou, waar zijn die gebleven? Hier, heb je kaarsen. Ligt op de grond. Dan moet ik daar naar mee. Romantisch diner. Nee, je gaat de grond, onder de grond. Dus je moet even zorgen dat als je op E klikt, dat je dan weer die pickaxe, die gouden, de diamond bedoel ik, die blauwe. Ja. Die pak je. Ja, en die moet je op de onderste regel. Ja, oké. Nu kan het weer dicht. Daarmee kun je heel hard makkelijk door steen heen slaan. Dus als je nu op 3 klikt. Nee, ja. Ja, oké. Naar beneden. Nu kun je naar beneden. Maar ik probeer mijn best, maar hoe doe je dat ook alweer? Ja. Wat leuk. Ja. Je moet eigenlijk nooit recht naar beneden graven. Maar het kan vast geen kwaad.
En nu heb je, doe eens op, druk eens op E. Ik heb je ook die kaarsjes gegeven. Ja. Die moet je ook even pakken. Ja. En als je dan op 5 drukt. Dus eerst, ja, en nu klik je op de rechterwijsknop. Ja, dan kun je weer zien. Goed, hè? Hey, er is wel iemand is gezellig naar mij toe. Ja, Linktree. Weet je die? Link Tiger. Link Tiger. Toink. Wie is Link Tiger? Hij schijnt een groot YouTube-kanaal te hebben, hoor ik net. Maar Link Tiger is volgens mij een goed mens. Maar hij is wel dood nu. Camille ook gewoon, hè? Eikel. Ik wil die kruisboog wel hebben. Met z'n tweeën hebben we gewoon een brute moord gepleegd hier. Hij is weer terug. En je kan ook dus grotten vinden. Mag Hugo de Jonge eigenlijk met ons meespelen? Nou, alleen als hij het boek uit heeft. Misschien heeft hij het boek al wel uit. Zijn er ook grotten? Er zijn ook grotten, ja. Die kun je tegenkomen. Het makkelijkste is als je niet door de dirt heen gaat. Daar heb je een andere tool voor nodig. Iedereen zit ook in dit kleine grotje. Oh, wacht. Je kan dus dingen vinden. Ik zoek ook even wat dingen. Hebben we nog steeds veel kijkers? Vinden mensen het nog steeds leuk? Vinden mensen dit leuk? 3,1, ja. En ik ben even op zoek naar mensen met wie we live kunnen, maar... En mensen vragen op YouTube. Namen, fake follow for follow. Wat vragen mensen op YouTube? Mensen op YouTube vragen of we ooit een echte FVD... Is Link Tiger nog boos of niet? Nee, maar als de spullen zijn weg. Oh, hij staat daar maar een beetje te staan. Hij vraagt of hij een pickaxe mag hier. We gaan even kijken. Iemand accepteren. Maar... Hij is wel goed, die Link Tiger. Hij is heel goed. Hij is heel snel. Zo. Sneller dan jij. Sorry, Link Tiger, voor wat ik je heb aangedaan net. Dat was een beetje baldadig. Maar ze vragen of wij dus een echte Discord-server gaan opzetten en dat soort dingen. Maar het antwoord is nee. Wat is een echte Discord-server? Nou ja, wij hebben dus nu voor onszelf gewoon eventjes een beetje een klein servertje gemaakt. Maar we kunnen een hele wereld bouwen. Ja, of ja, bouwen of openzetten in elk geval. Dan kan iedereen... Dan kan iedereen permanent op een soort FVD-server. Dat is wel leuk. Dat is hartstikke leuk, alleen het gaat helemaal mis. Want dan gaan mensen allemaal domme dingen zeggen en doen en bouwen. Dat is wel grappig. En dan is het weer onze schuld. Kunnen we dat niet na de verkiezingen doen, Freek? Ja, misschien. Heel misschien. Heel misschien. Nien, we zien je niet en we horen je niet. Als er geen reactie is, dan doe ik je weg. Als je trouwens, voor de mensen die op YouTube kijken... Als je ons een echte vraag wil stellen, dan kun je dus op TikTok kun je dat aanvragen, toch, Daniel? Ja, 100%. Hoe werkt dat? We hebben... 860.000 likes, by the way. 2,9. Waarom heeft iedereen een duim? Elisa, ben je er? Oh, helemaal goed. Hoi, Elisa. Ik ga even de camera voor je draaien en dan kun je me even op Thierry zetten. Geef me even 1 seconde. Ja, flip de camera. Dit is Elisa, volgens mij, met nog 2. Elisa? Of Elise? Ik zie niks. Ik weet niet of Daniel het scherm iets kan aanpassen. Ja, hier zou het zien zichtbaar moeten zijn. We zijn met z'n allen nu een heel groot gat aan het graven. Gezondheid. We konden je vraag niet verstaan, want er wordt heel hard geniest hier. Elise vraagt of het lukt met Minecraften. Klopt dat? Ja. Nou, niet echt. Ik snap het doel van het spel niet. En ik vind het saai. En ik vind de pixels lelijk. Maar... Het belangrijkste is om de creepers buiten te houden. Ja, dat is heel belangrijk. Er wordt hier gezegd voor op YouTube dat het belangrijk is om de creepers buiten te houden. Ja, maar dat is waar. En een muur bouwen is ook belangrijk. En Hugo de Jonge mag niet meedoen. Nee. En die hebben iedereen prikjes gegeven.
zo. Ja, heeft hij echt gedaan. Ja. Kennen jullie veel mensen die op FVD gaan stemmen? Ja, best wel veel. Ja? Goed zo. En overtuigen jullie ook mensen om op FVD te gaan stemmen? Natuurlijk. Hoeveel mensen hebben jullie al overtuigd? Nou, ik heb niemand overtuigd, maar ik denk dat TikToks wel. Ja, dat hoop ik. Ik zet wel altijd alle TikToks door naar mijn vrienden. Hey, cool. Ik heb een doorgang ontdekt. Als jullie nou 5 mensen overtuigen om op FVD te stemmen, als iedereen dat doet... Als iedereen 5 mensen overtuigt, dan winnen wij de verkiezingen en dan wordt Freek premier. En dan krijgt iedereen gratis Minecraft. Oh, dat is wel een goede. En dan komen er geen creepers meer. Oké, helemaal goed. Gaan we door naar de volgende. Ik snap helemaal niks van dit spel. Dank jullie wel. Kijk, hier heb je kool. Kijk, steenkool. Steenkool. Waar ben jij? Hier. Hier, kom. Ik loop achter je aan. Dit, kijk. Dat kunnen we in een oven stoppen. Dat is cool. Kun je ook een oven bouwen? Ja, ik zeker een oven bouwen. Kijk. Ik zie je niet, maar ik hoor je wel. Net als Zwarte Piet. Maxime? Jassie. Hallo Jassie. Jassie heeft de camera uit. Ben jij met mijn vriend? Zien jullie mij? Nee, we zien jullie niet. Kijk, hier heb je een oven. Ja, nu wel. Helemaal goed. Wacht even, Jassie. Geef me 1 seconde, dan draai ik de camera even. Hier. Ik ben hier. Jij bent vrolijke Gerrit. Superleuk dat jullie er zijn. Ja, vrolijke Gerrit. En hier is de oven. Cool. Kunnen we daar lekker Ja, als je daar de kool in stopt. Wat is dat spul dat daar naar beneden... Dat is lava. Oh, wat lachen. Kun je met die lava doen dan? Dan gaat iedereen dood. Ja. Zullen we daar iemand in gooien? Ja, als we nou zo doen, dan gaat hij waarschijnlijk... gaat hij... We een Giovanni daarin flikken. Nee! Iedereen gaat die hartstikke dood nu. Hey, Jassie heeft een vraag. Hi, Jassie. Ze is er met een vriend. En hallo, vriend van Jassie. Je moet even kijken. Dat is leuk voor het beeld. Oh, hi. Oh, nou, helemaal goed. Nou, dat kan ook. Kan hem draaien. Ja, want dit is een moeilijke vraag, Freek. Oh jee. Ja, want mijn vriend is Nederlands en ik ben zelf Marokkaans. En we hebben allebei geschiedenis gestudeerd aan de universiteit. Oké. Okay. En ik voel me ook wel Nederlands, maar één keer zei je, ja, je weet wel, over wie Nederlanders echt zijn. Wij vinden dat gewoon iedereen die meedoet, die mag er gewoon zijn. En ja, als jij je Nederlander voelt, dan hoor je er gewoon bij. Zo simpel is het. Ja. Ja, want dat was voor mij zeg maar de afgelopen, terwijl ik jullie partij wel heel leuk vond. Dus daar is het wel. Er zijn gewoon heel veel mensen die niet meedoen. En daar hebben wij wel problemen mee. Ja, nee, dat snap ik dan ook wel weer. Nee. Maar ik snap ook heel goed, mag ik daar iets over zeggen? Want... kijk, wat wij dus willen is dat de immigratie stopt. En iedereen in Nederland, ook mensen met een Marokkaanse of andere migratieachtergrond, die hebben daar net zo goed belang bij als de mensen die hier al veel langer zijn. Jullie kunnen ook heel moeilijk een huis krijgen. Jullie hebben... We zijn ook tegen immigratie. Dat vind ik echt super. Maar dit is dit. Kijk, dit is... Dit is echt mooi. Wat hier gebeurt nu op TikTok en ook even voor de mensen op YouTube. Hebben jullie allebei een Marokkaanse achtergrond of alleen één van jullie? Nederlands, ik ben alleen Marokkaans. Oké, maar we hebben een gesprek over wat moet er nou nu gebeuren. En we worden natuurlijk altijd tegen elkaar opgezet. De een is gevaccineerd, ongevaccineerd, allochtoon, autochtoon, hoog opgeleid, laag opgeleid, dit. Dat, allemaal manieren om ons uit elkaar te spelen. Maar wat wij willen is dat het hier in Nederland weer een beetje gezellig wordt... en dat iedereen op een normale manier zijn bestaan kan opbouwen. En daarvoor moeten we gewoon echt even stoppen met de 100.000 mensen per jaar erbij. Dat gaat gewoon niet. En wat ze proberen te doen is ons dan te framen als racist, fascist, nazi, dit, dat, al die dingen.
Waardoor ze het idee proberen te creëren dat we tegenover elkaar staan. Maar wij staan niet tegenover elkaar. Jij hebt een Marokkaanse achtergrond. Ik heb een Indische en een Franse achtergrond. Fine. Weet je, we zijn allemaal hier om het leuk te hebben met elkaar. En om samen te werken en om elkaar te vinden. En we moeten onze rechten en onze vrijheden beschermen. Dat is belangrijk. En als we dat niet samen doen, dan worden we uit elkaar gespeeld. En dan wint het systeem wat nu aan de macht is, dat alleen maar meer privacy inperkt, alleen maar meer regels stelt, ons alleen maar armer maakt allemaal. En dat wil ik stoppen. Ja, wij zijn het daar volledig mee eens. Wij zijn zeg maar ook de wafies en anti-woke, om het zo te noemen. Mijn vriend heeft een leuke term daarvoor. Wij zijn awaken. Nee, je moet niet zeggen wappie, je moet zeggen snappie. Ja, ik vind het super dat jullie in deze live chat je uitspreken. En ik vind het ook echt moedig, want wat ze proberen te doen, dat moeten wij doorbreken door te laten zien. We staan niet tegenover elkaar als bevolkingsgroepen. Er zijn maar twee groepen. Dat zijn de mensen die opkomen voor de mensen. En je hebt de mensen die komen op voor het systeem. En wij proberen deze campagne op een hele positieve manier te voeren. En nu eens ben ik in een van de computerspel aan het spelen waar ik niks van begrijp. Dan gaan we weer het land door. Dan doen we weer andere dingen. Maar het is allemaal omdat we niet op de mainstream media mogen komen. Omdat ze ons niet aan het woord laten. En ik denk trouwens, dat vind ik ook het gave. Maar, en ook het pijnlijke. Maar ook de bevolkingen in andere landen, in andere werelddelen, hebben hiermee te maken. En het zijn allemaal manieren om ons in te delen in hokjes. En dit tegen dat, dit tegen dat. Ik identificeer me met die voetbalclub, bij wijze van spreken. Allemaal dingen om het... Ik identificeer me als non-binair. Jij bent non-binair. Precies, ja. Allemaal van dat soort onzin dingen. Ja, maar uiteindelijk staan we... Ja, ben jij binair, ben je non-binair? Eerlijk zeggen. Non-binair. Ja? Oh jee. Ik geloof je niet. Je liegt. En jij helemaal niet. Jij bent gewoon een man. Sorry dat ik het zeg. Nee, maar ik waardeer het ontzettend dat jullie deze vraag stellen. Dank je wel. En ik hoop echt dat jullie op ons gaan stemmen. En dat ook mensen in je omgeving op ons gaan stemmen. Want alleen samen krijgen we de overheid onder controle. Dus een beetje een cliché zin, maar het is wel waar. Het is echt waar. En we willen het conservatisme eigenlijk gewoon terug hebben, hoor. Heel goed. Bedankt. Goed zo. Fijne avond. Dank je wel. Love you guys. Dank je wel. Superleuke mensen. Ja, heel aardig. Dat vind ik wel een van de leukste dingen van dit live gaan. Dat je nu met TikTok, dat je ook het gezicht ziet. Ja, dat is echt leuk. Krijg je alleen een vraag, weet je wel. YouTube is zo anoniem. We hebben 4,8k trouwens in de live. Het is echt veel. 1 miljoen likes. Bizar. Ja. Echt leuk. Zal ik een poll opzetten? Ja. Wat is de vraag? Een peiling. Geloof jij dat er meer dan twee genders zijn? Daar ben ik wel benieuwd. Ik ben serieus benieuwd. Ik ben oprecht benieuwd naar wat... Hoeveel genders zijn er? Ja. Dan heb ik er weer 1, 2 of 3. 1. Nee man. 1, zo ja, welke? Ja, nee, gewoon 2 of meer. Gewoon 2 opties. Hoeveel genders zijn er? 2 of meer? En dan als tweede optie meer. Okay, voor of geen. Ik heb nu een poll van een minuut. Is daar niet een gender voor? Dat er geen non-binair. Oh, non-gender. Ja, dat er überhaupt helemaal geen non-gender spectrum is. Dat er geen spectrum is. Dat is next level. Ja, dat is dus 1. Hoeveel genders zijn er? 2? Ja, tuurlijk wel. Nee, jawel. Je begrijpt het niet. Als er 0 zijn, 0 is 1. 0 is niet 1. Jawel. Binair is toch altijd 1 of 0? Nee, dat is ner. Die is 2. Ja, wat is dan 1 ner? Hé, hey, iemand heeft een vraag gesteld. Wat is je favoriete sport? Wat is uw favoriete sport, lief? Wat heel netjes. Hoe kan je dat nou doen, joh? Kan je dat schrijven op Minecraft? Zie je dat? Waar zeggen ze dat dan? Kijk dan op het scherm, man. Hè? Oh, dat hebben ze een sign. Ze hebben een sign neergezet. Wat lachen. Functie elders? Nee. Maar ik heb serieus. Ik heb 2 favoriete sporten. Mijn favoriete sport is om te spelen qua fysiek is tennis. Ik vind tennis echt zo ontzettend leuke sport. Maar daarnaast is schaken mijn favoriete sport. Maar heel veel mensen zeggen schaken is geen sport. Net als paardrijden.
Paardrijden is wel een sport. Als ik even tussendoor mag, de resultaten zijn binnen. Oh, dus nu al? Hoeveel genders zijn er juist precies 1 minuut? Oh. Nou, wat dan? Wat dan? Met, okay. Je moet even in de microfoon praten, Daniel. 10% van de mensen heeft gekozen voordat er meer dan 2 genders zijn. En 90% voordat er maar 2 zijn. Bizar. Okay. Nou, dan halen we dus 140 zetels. Prima, kunnen we mee beginnen. Wat vindt u volgende keer beter? Onze Sinterklaas-traditie. Ik vind onze Sinterklaas-traditie helemaal top. Leuk. Echt een superleuk feest. Ik ken het uit mijn jeugd natuurlijk. En er is niets racistisch aan, nooit geweest. Het is gewoon een ontzettend leuk feest. Zwarte Piet is ook veel slimmer dan Sinterklaas. Dus het idee dat hij een soort van onderdrukte slaaf is, dat is gewoon onzin. Dat is gewoon onzin. Dat is een echt uit Amerika overgewaaid ding wat te maken heeft met hun geschiedenis over slavernij. Zo, wat helemaal niet, hebben wij helemaal niet van toepassing is. Nee, op Nederland. Nee. Maar ze hebben wel een kinderfeest kapot gemaakt met dat gelul. Dus ik het was daar ook echt. Ik weet niet. Ik ben er nog steeds boos over eigenlijk. Ik vind het zo jammer dat dat gebeurd is. We kunnen vaststellen in de pol. Is Sinterklaas racisme? Maar ik weet niet hoeveel mensen nu nog actief weten hoe deze discussie ook in Nederland is opgekomen. Maar dat was omdat een Amerikaanse VN-gezante of zo zich ermee ging bemoeien. Ik word nu levend begraven, jongens. Ik word ingebouwd in een muur. Oké, jongens, we hebben een nieuwe poll. Precies 1 minuut duurt die, dus laat even weten wat jullie vinden. Ik vond het leuk dat is Sinterklaas. Wow, wat is dit, joh? Dat is een watertje. Echt leuk. Jij de racistisch Freek? Leuk. Nee. Jij? Nee. Oké. Nou, op. Hey, Luca wil naar de whitelist. Oh, die is al een whitelist. Linksboven, jongens, zien jullie de poll. Jongens, ik ga weer... Wel, hoe lang zijn we precies nog? I'm going deeper underground. Hey, Keto. Free Cherry. Ik vind wel de sfeer heel gezellig. We hebben ook allemaal superchats. Ik vind het steeds leuker te vinden. Oh, ik zie dat er allemaal superchats zijn. Ik heb een bord gevonden. Holy fuck, wat spannend. Nog 20 seconden. Wacht. Staat alleen niks op. Ik heb een vraag van de superchats. Oké, let's go. Hey, Cherry. Als je na dit avontuur, net als wij, verslaafd bent geraakt aan dit prachtige spelletje, zegt Kickercraft. Kom dan vooral een keer buurt op onze server. Kickercraft. Ik ben nog niet verslaafd. Ik vind het wel heel leuk, maar ik ben... Sorry, Kickercraft. Ik denk niet dat Thierry komt. Oké, de polls zijn heeft binnen. U weeris, Thierry? Wat, hè? De polls zijn binnen over of Sinterklaas racistisch is. 12% zegt ja en 88% zegt nee. Goed zo. We hebben een verstandige groep. Wanneer samen potje Fortnite duo Link Tijger? Ik weet niet wat Fortnite is. Fortnite is een spelletje. En dat is dat je... Dan word je gedropt in de wereld. En dan moet je alle andere spelers doodmaken. Oké. Okay. Nou, dat is best een leuk spelletje. Laten we dat na de verkiezingen een keer doen. Ik heb nog een vraag van de superchat. Er zijn er blijkbaar heel veel binnengekomen. Hoi heren, hebben jullie een team die het verkiezingsresultaat op tel... bureau-niveau gaat controleren. Ah, je bent live. Nee, er zijn heel veel mensen die dat wel doen, maar wij doen dat zelf niet. Maar er zijn heel veel mensen die dat misschien doen. Misschien kunnen we daar straks nog heel even op ingaan. Maar we hebben ook... de camera aan? Maar er is geen mogelijkheid tot grootschalige verkiezingsfraude in Nederland. En het idee dat dat wel zo is, dat is een AIVD-complot. Wat is uw beste chess-opening? Echt zo. Met wit speel ik graag... Met wit speel ik al het Koningsgambit, het liefst. En met zwart Caro-Kann. Of Frans. Of een van de Nimzo-varianten. Maar Siciliaans niet. En als ik dame-gambiet krijg, dan speel ik graag tegen-gambiet. Dus dat is D4. C7-D5. C2-C4. En dan is het E7-E5. Jongen, jongen. Allemaal mensen weer dood door de lava. Ik hoorde niet de vraag, sorry. Ja, we hebben Jera in de live. Hallo Jera. Hoi, ik ga sowieso op jullie stemmen, daar niet van. Maar, top, dankjewel. Jera gaat op ons stemmen. Ik ben bezig en wij liggen nogal onder vuur. En ik vroeg me af, wat doen jullie dan voor? Wat ligt onder vuur? Waarmee lig je onder vuur, sorry? Ze eet vuur. Met de paardensport. Paardensport? Paardensport. Ja. Op welke manier ligt de paardensport onder vuur? Ligt onder vuur, zeg maar, om het de wereld uit te helpen. Dus dat we geen paarden meer mogen rijden. Maar wat vinden jullie daarvan? Nou, dat vind ik belachelijk. Ik wist niet dat dat zo was, maar het is natuurlijk helemaal in lijn met alle andere leuke dingen des levens die ze aan het verbieden zijn. Ja. Dus ik vind het... FvD is voor paardensport.
Ja, ik vind dat heel... Dat is absurd. We moeten gewoon lekker kunnen blijven paardrijden. Dat is een van de oudste dingen. Oudste beroepen. Oudste beroep. Het is een heel oud beroep en dan heb je ook nog paardrijden. Is paardrijden een sport? Ja, eigenlijk is het wel echt. Helaas moet ik onderkennen dat het is wel echt. Het is zo gaaf paardrijden. Jij bent toch dit weekend gaan paardrijden? Ja, maar ik heb heel vaak paard gereden. Ja, maar dit weekend nog. Ik ben gek op paardrijden. Ja, en Joris, ons bestuurslid. Hey, en Keto. Senator, die heeft een mooie manege. Keto. Keto is mij aan het doodmaken. Nee, je bent aan het verdrinken. Oh, nee. Dus we hebben een nieuwe poll. Sophie heeft je dat gehad. Wie is Sophie? Dat is Sophie die je kent. De vriendin van Tom. Ja. Oh, daar gaan we wraak op nemen. Sophie, your days are numbered. Wat? Nee, ik zei tegen Jera dat ze gewoon vragen kan stellen. We hebben een poll die duurt nog 40 seconden over of paardrijden sport is. Ik heb een leuk idee voor een nieuwe challenge voor onze kijkers. Dat is geen poll. Maar wat ik leuk zou vinden, is als iedereen die dit nu kijkt, iemand in zijn omgeving zou bedenken die onze 12 punten, 12 regels voor Nederland, de kern van ons verkiezingsprogramma, oh, dat is een goeie, moet lezen of moet kennen. En volgens mij hebben wij ook dat wel op een toegankelijke manier op onze website, toch Freek? 12 regels. Wat was de vraag? 12 regels voor Nederland. Ja, wat is daarmee? Of die op een toegankelijke manier op de website. Heel toegankelijk. Als je naar fd.nl gaat / 12 regels. 22 november. Even kijken maar. Oké, we hebben trouwens de poll is binnen. Of paardrijden een sport is. Nee, nog. 42% Thierry zegt dat paardrijden wel een sport is. En 58% dat het niet zo is. Zo. Nou, het is. Dus volgens mij lopen ze hier gewoon te pesten, Jera. Dus loop je te pesten. Ja, dat is heel pijnlijk. Je kunt naar fd.nl/22nov. NOV. En daar staan alle 12 regels. Ja, dat is een uitdaging om voor iedereen om dat te delen. En ik heb nog iets. Dat is namelijk om te kijken naar onze eventagenda. Ik zou het ontzettend leuk vinden om jullie namelijk de komende dagen te zien. Dus wij gaan het hele land door. Met de bedoeling om mensen te ontmoeten. Dus kom naar een van onze events. We zijn morgen in Den Helder om 5 uur 's middags. En dan Alkmaar om 8 uur. Dat is dus donderdag. Vrijdag zijn we in Venlo, Roermond en Maastricht. Zaterdag in Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. Zondag in Den Haag, het Westland, Rotterdam, Ahoy en Haarlemmermeer. Hoofddorp of Haarlemmermeer. Maandag Groningen en Zwolle. En dinsdag in allerlei debatten in de Tweede Kamer. En woensdag gaan we een heel rondje maken door Nederland. Dus dan doen we Amsterdam, Utrecht, Den Haag. Gaan we overal stoppen, Leiden, overal livestreamen. En dan kunnen mensen meerijden. Als je meerijdt met ons, dan krijg je een vlag op je auto kunt plaatsen. Ja, dat vinden we leuk om met veel mensen dan hopelijk in contact te komen. Mr. Alex is Sophie Milou aan het afslachten. Dat is heel goed. De vraag die ik van iedereen zie is of je overal ook Amalia gaat zingen in de kroegen. Niet alleen Amalia. Ik ben nu een hele selectie aan het maken. Even zwaar. Ja, ik ben een hele selectie aan het maken. Alleen mijn probleem is, ik hou... Oké, dit is even een pijnlijk moment. Wow. Ik hou... Neem je afstand van. Ik hou, het is mijn guilty pleasure is Marco Borsato. Dat kan echt. Ja. En ik weet niet wat dit doet met de peilingen. Maar ik vrees dat dit ons de verkiezingen kan doen. Ja, dat kan maar zo, ja. Ik vind Marco Borsato... En weet je wat ik dan met name leuk vind? Dat is dat liedje Ik leef niet meer voor jou. En dan moet ik altijd aan Mark Rutte denken. En dan denk ik aan de Belastingdienst. Ik betaal niet meer voor jou, weet je wel? Dat gevoel heb ik altijd. Maar Marco Borsato is niet meer zo populair als hij ooit is geweest. Nee, maar het is wel een goede zanger. Er zijn wat dingen gebeurd. Ja, met belasting of zo. Maar zijn niet met belasting. De meeste, de meeste dromen zijn bedrog. Denk aan de verkiezingsbeloftes zijn bedrog. Ja, dat maar is als ook. Ik wakker word naast FVD, dan droom ik nog. Dat is gewoon dat soort... Maar dat is... Ja, noem het een... Dat is waar eenmaal. Ja, noem het een oude mannenkwaal. Ja. Ik ga even iemand anders uitnodigen. Yes, sir. Maar ik zou het serieus een leuke challenge vinden voor iedereen die nu kijkt. Om naar fvd.nl/22nov met de NOV te gaan. En onze 12 punten te delen met mensen in je omgeving. Want ik geloof dat als mensen onze standpunten zouden zien, dat ze heel veel sneller overtuigd zijn. Dat denk ik ook. En het is echt belangrijk, jongens. Het gaat echt ergens om. En ga stemmen. En stem FVD. Blijf steven.
Simpel. Lucky number 7. Oh, ik heb nog een leuke voor de peilingen, voor de poll. Wie ver... Ja, Laurie is hey, Daniel, ik heb een leuke voor de poll. Ik wil wel even... Uh-oh. Ik wil even... Oh. Nou. Laurie, hallo Laurie, leuk dat je er bent. Hoi, ik doe wel even mijn gezicht uit hoor. Nee. Je doet je gezicht uit, oké. Okay. Hoe doe je dat? Ik wil ook mijn gezicht uitdoen. Ik heb wel wat vraagjes. Hé hey man, ik doe mijn gezicht uit. Ten eerste, hoe gaat het met jullie? Heel goed. Heel goed. Ja? Ik ben alleen aan het verliezen met Minecraft, man. Oh, jeetje. En dan heb ik mijn volgende vragen. Ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd. Ik zie een aantal filmpjes voorbij komen. Wat vinden jullie allemaal van LGBTQ? En hoe verwerkt zich dat in jullie partij? Jullie mening, jullie... standpunten, nou, kijk, de hulp, de niet-hulp. Wij hebben eigenlijk een beetje twee... Dus iedereen moet gewoon doen wat hij wil in het leven. Hè, dus als jij een volwassen persoon bent en je zegt... Ik voel mij een geit. Dan zeggen wij veel plezier ermee. Ja, en zorg dat je gelukkig wordt. Prima. Maar twee dingen zijn wij tegen. We willen niet dat het onder de 18 op die manier gepromoot wordt aan kinderen... Dus dat er mensen zijn die zich een geit voelen, dat is prima. Maar we gaan dat niet op school leren, dat het heel normaal is om je een geit te voelen. Dus dat is één. En twee is dat we niet vinden dat je als je dan laat ombouwen tot een geit, dat door de belastingbetaler betaald moet worden. En dat gebeurt nu wel. Dus als jij een gaatje hebt in je gebit, als je een probleem, een rotte tand, weet ik veel, je valt een keer, dan moet je allemaal zelf betalen. Maar als je van geslacht wil veranderen, dat betaalt de belastingbetaler. Dat betalen we met z'n allen. Dat vinden wij ook onzin. Dus wij zijn eigenlijk super tolerant. Wij vinden dat iedereen moet doen wat hij wil. Maar niet op kosten van de belastingbetaler en niet voor kinderen. Nee. Even denken. Ik vind... over het Zwarte Piet gedoe... Daar wil ik ook even meer uw mening ervan. En wat u daarvan vindt en waarom en waarom niet. Oké. Dus de vraag is wat ik van Zwarte Piet vind. Ja. Nou, Zwarte Piet was gewoon een ontzettend leuk karakter. In een heel leuk blijspel, een theaterstukje dat we elk jaar met elkaar opvoerden, wat gewoon plezierig was en feestelijk en leuk. En dat is verpest door een groep lobbyisten die er helemaal niks van begrepen en die dit verwarden met iets uit Amerika en dat soort dingen allemaal. Ik ga even Milou een klap geven. Die partij die staat een beetje voor het gezellig houden in Nederland, vertelde u net. Ja. En is er dus langzamerhand, zijn er mensen meer verteld, wij zijn niet zo blij met het Zwarte Piet. Hoe kijkt u dan daarnaar? Want dat is dan niet heel gezellig in Nederland. Nee, maar dat was ook, kijk, dat was een volstrekt marginaal, Camille. was een volstrekt marginale groep. En vervolgens kreeg dat helemaal aandacht en iedereen focust daarop. En nu is het natuurlijk verpest. Dus dat duurt dan weer een tijd voordat dat normaliseert. Maar ik geloof niet dat iets intrinsiek, dat intrinsiek racistisch is. Dat is er dus opgeplakt. Maar dat was het helemaal niet. Kijk, je moet het zien, Zwarte Piet was een soort Caliban. Uit Shakespeare. Dus uit het bekende toneelstuk The Tempest van Shakespeare. Daar heb je. Dit is een Europese traditie dat er een soort. Ja, een duister figuur is. Die slim is. Die vindingrijk is. Die soms paranormale gaven heeft. Het is ook wit-zwart, weet je wel. Sinterklaas is niet zozeer een blanke versus een neger. Maar het is wit versus zwart. Dag, nacht. En hij rijdt op een schimmel. Weet je, er wordt gespeeld met allerlei elementen. Er zit een heel poëtisch gedeelte in. En die humorloze anti-racisme strijders, die zoeken overal iets kwaads achter. En dat hebben ze zo, met de hulp van de mainstream media, zo sterk gedaan, dat er nu ook in is komen liggen. Dus het heeft een lading gekregen, waardoor die het van oudsher helemaal niet had. Ja, het is een heel oud Germaans feest eigenlijk, hè, van oorsprong.
Ja, daarom vind je het ook in Perzië. Door de jaren heen van ja, de Zoroastriaans. Ja, het is een heel oud in Europees feest. Hoe ja. Wij als mensen veranderen in de kennis. Ook ken ik heel veel mensen die zich niet zo fijn, Nederlanders, die zich niet fijn bij de traditie voelen. Omdat zij rond die tijd niet heel chill over straat kunnen. En als we kijken naar foto's van vroeger, hoe Sinterklaas toen werd gevierd, zag Zwarte Piet er ook heel anders uit. En nu is dat steeds veranderd, omdat we erachter zijn gekomen, ja, kindjes in de roes stoppen, in een zak stoppen, naar Spanje meenemen, dat kan niet meer. Dat is niet meer van deze tijd. En zo denk ik ook dat een zwarte man werkt voor een witte, oudere man. En kinderen met een roe... Laurie, wacht even. The life is flagged for hate speech and hateful behaviors. Repeated violations could result in your life being discontinued. Nou, dit is denk dat dit een verboden onderwerp is, jongens. Nou, we gaan het over iets anders hebben. We gaan het over iets anders. Het is ook helemaal geen interessant onderwerp. Dat is ook zo. Ik heb een leuke poll. Jojo. Wie vertrouw je het minst? Ciao. Wie vertrouw je het minst? Jezilgus, Omtzigt of Timmermans? Okay. Wie vertrouw je het minst? Ik weet niet of dat mag, want misschien worden we dan ook weer gevleegd. Oh ja, dat is ook heet. Hateful. Ik heb nog maar één hartje, dat komt hateful door. Content. Wie vind je het minst leuk? Wie vertrouw je het minst? Nee, we vertrouwen... Ja, okay. We vertrouwen iedereen. Jongens, moeten we niet een keer gaan afronden? Ja. Oké, we doen deze poll nog en dan... We gaan afronden. Ik vind... Minecraft heel leuk. Leuk, hè? Misschien wel zo leuk dat ik het nog een keer ga spelen. Het is echt het leukste spel. Jij vindt het echt leuk, hè? Nou, we zijn niet echt iets leuks aan het doen. Maar wat kun je dan voor leuks doen? Nou, wat ik altijd heel leuk vond, was dingen bouwen. Hé, mag. Ruurt. Hele sfeer kapot. Doe even je geluid zachter. Nee, maar ik... Dus bijvoorbeeld wat daar zo staat. Wat je daar... Dat je niet ziet op dit moment. Hier, dit ding. Hier, dat ding daar. Dat vind ik nou leuk. Stefan, dat kun je dan helemaal bouwen en zo. Helemaal. Maar hoe doe je dat dan? Nou, dat kun je dus in creative mode doen. Kijk of ik jou in creative mode kan zetten, ja. Hier, nu ben je in creative mode. Als je dubbel spatie op klikt, kun je vliegen. Ja, en dan kun je naar voren. En hoe kom je in creative mode? Ja, dat kun je als je rechter hebt. Als je veel punten hebt. Nee. Oké, we hebben nog 15 seconden voor de uitslag. Maar wat moet je dan doen om creative mode te krijgen? Ja, dat kun je gewoon intypen met een command. En dan kom je daarin. Dit is inderdaad heel leuk. En dit is gewoon heel leuk om te bouwen en zo. Is gewoon hele grote dingen maken. Oké, okay, we hebben de uitslag binnen. Mensen vertrouwen Timmer, Frans. Het minst. Ja. Dat is onterecht. Dat is interessant. Daar wil ik iets hij over zeggen. Hij zegt tenminste wat hij denkt. Ja. Het is onterecht. Dus Timmermans is het meest betrouwbaar van al deze mensen. In de zin dat hij tenminste eerlijk zegt wat hij wil. Hij wil namelijk Nederland vernietigen met massa-immigratie. Hij wil iedereen volstrekt arm maken met alle klimaatonzin. En hij wil dat de Europese Unie alles overneemt. Maar die anderen, die willen dat ook. Alleen die zeggen dat niet. Dus het juiste antwoord zou zijn geweest om te zeggen... ik vertrouw Omtzigt het minst. Of ik vertrouw Jezilgus het minst. Dat zijn de meest onoprechte twee van deze drie. Timmermans is opmerkelijk genoeg het meest eerlijk. Ja, ook al is wat hij voorstelt natuurlijk verschrikkelijk. Maar hij is wel het meest betrouwbaar. In de zin dat hij gewoon zegt wat hij gaat doen. Ja. Hey, ik vond het superleuk, jongens. Ontzettend bedankt. Bye bye. Ciao.